Mijn achtertuin, dat is eigenlijk voor mij een rustpunt in de drukke stad. Er is veel groen. Om ons heen zijn veel huizen. Dus we hebben hoge bomen gezet, zodat we niet te veel steen zien in de zomer. En er zijn veel bloemen, er zijn hoekjes om te zitten, hoekjes om te werken. Het is eigenlijk een heel fijne tuin om even in te verpozen. De biodiversiteit in zo'n tuin is eigenlijk groot, omdat je heel veel verschillende lagen hebt. Je hebt de bodem, maar je hebt daarbovenop ook de strooisellaag. Daar zoeken heel veel vogels naar insecten. En dan heb je nog de bodembedekkers. En dan heb je daar bovenop weer de kruidplanten. Dat is eigenlijk op 30 centimeter aan verschillende kleine biotoopjes. Als je naar de gelaagdheid kijkt, dan zie je hier al een strooisellaag. Dit is fijn geknipt, de kleine takjes uit het voorjaar, de dode takjes. Die knip ik fijn op de plaat zelf. Dat wordt een beetje een laagje op de bodem waar weinig onkruid dan mee groeit. En de planten die er staan, die groeien daar gewoon overheen. Dan komt daar bovenop een kruidlaag. In die bakken staan ook die leilinden, die gaan juist weer heel hoog. En hier heb je de bodem eigenlijk. Het echte steen, daar groeit wat op. Hier groeien dan de planten in die bak, in een lage bak. Daar is de bak weer wat hoger. En dan zijn daar de leilindes die weer 4 meter hoog zijn. Aan deze kant hebben we eigenlijk allerlei planten die omhoog groeien. Dus die hun wortels hebben in de bodem, maar die het licht zoeken, dus omhoog gaan langs de muur. De blauwe regen is de bedoeling dat die helemaal langs het afdak geleid wordt. Een bramenboog, waar we in augustus heel veel bramen van afhalen. Kijk, de knoppen zitten er al in. En een clematis, die dan meteen ook de afscheiding vormt van het platte dak. We hebben hier ook een heel groot stuk gras. Dat is vooral fijn voor de merel, als het geregend heeft bijvoorbeeld, om hier de pieren te verzamelen. En ook kunnen ze hier aanvliegen naar bijvoorbeeld zo'n waterdrinkbak die er ook in de tuin staat. Hier voelen ze zich veilig, ook al zitten we daar gewoon koffie te drinken. Wat je in onze tuin in ieder geval kunt zien, is dat je op een kleine oppervlakte een grote bijdrage kunt leveren aan de biodiversiteit.